Kommen op pad, goeiedag. Vandaag in Hoogevinnen. En ik denk altijd, wat doe je in Hoogevinnen? Wat heeft Hoogevinnen nou, wat een beetje bij de geschiedenis hoort van Hoogevinnen? Op de schepen nog, die via de Willemskade dan ook nog eens een keer Arnhems kwamen en zo. Dat was Thomas en Drijver. Ik zeg het niet goed, dat weet ik nou al. Want het heette Thomassen en Drijver en Dauphur was het? Drentina. En Dauphur was het? Metaalwarenfabriek Drentina. Kijk eens aan. Nou. Die namen die zag ik. En dan heb ik door meneer Klunder zitten. Ja, dat klopt. Johan. En dan heb ik hier meneer. Ik ben Jans Kremers. Jans Kremers. En dan heb ik hier. Sorry meneer Jannes. Ja, precies. En dan heb ik hier. Jan Haagsma. Jan Haagsma. En Jan die gaf mij net een kordie. En er zit carte blanche op. Ja, achterkant. Hier zit dan op dat hij amateur genealoog is. En restaurateur van oude radio's. Wat heeft dat nou met blikfabriek te maken? Helemaal niks. Maar de mens moet dan een hobby hebben. Vandaar. En mijn vorige werkgever. Ja, dat was Van der Heim Radiofabrieken. RS. Was dat ook eens zo'n oude firma? Maar die werd opgekocht door Philips. Dus toen moest ik aan de werken. Naar de blikfabriek, Hogeveen. En welk jaar was dat? 67. Ja, 67? Ja. Dat is al een hele poosje terug. Een mooi poosje geleden. Hoe was het toen? In de zin van? Arbeidsethos, flexibiliteit, ja, vriendschappelijkheid. Ik wou natuurlijk niet in de WW, dus ik zag het ander werk. Als kwaliteitsman. En toen kon dat nog, hè? Toen zag ik een advertentie in het Nieuwsblad van Noorden. Ik wist niet eens waar Hogeveen lag. Kijk, dat bedoel ik. Dat is geschiedenis. Hij is zo oud bent dat hij niet eens weet waar Hogevenen ligt. Jannes, dan maak je wat mee, of niet? Ja, precies. Ja, nou, ik was het wel. Maar ja, dat is wel, ja, dat nog niet weet. Maar dan kom je uit Friesland, hè? Dan weet je dat niet, natuurlijk. Ah, nee. Maar was dit bedrijf zo bekend? Dat bedrijf is altijd al bekend geweest in Hogeveen. Blikfabriek, hè? Zo noemen ze het. En zo noemen ze het nou nog, denk ik. Dat blijft ook zo, maar denk ik. Die naam die als hier nou opstaat, dat werd geen mens hier in Hogeveen, denk ik, bijna, hoor. Nee, maar ja, aan Hogeveen er nog niet weer te link. Maar dat waren niet gauw achter, denk maar ik. Ja, dat was in 1967, hè? Hoe oud was ik? 24. Maar dat mag ook, hè? Ik heb geen idee. Ik wist er nog niet. Ja. Maar bij wie ze van spreken, toen ben je gewoon werken. Als Fries. Ja. In een Drentse plattelandsgemeenschap. Ja, ik zou je vertellen. Ik verstond er geen woord van hier. We kochten een centrifuge in de Van Echtenstraat bij firma Slender. Is er lang niet meer. En die mevrouw die ging lekker plat Drents tegen me praten. Ik verstond er geen bars van. Helemaal niks. Dat was denk ik een hele mooie tijd om te ontdekken. Dat was een hele mooie tijd. Maar langzaamaan leer je het wel. En dat ligt helemaal aan jezelf. Als jij je geeft, dan komt het goed. Is dat nog zo, Johan? Wat bedoel je? Dat hij je geeft hier binnen dit bedrijf. Dat hij een hele mooie plek hebt. Zonder meer. Hier valt heel wat te halen als werknemer. En de werkgever doet er ook alles aan om je die kans te gunnen. Dus dat zit wel goed hier. Heb je altijd blieden West, Jannes, met die werkgever? Altijd. 40 jaar lang. Ik heb hier en hij verzorgt het nou ook nog goed? Jawel. Ja, ik mag hier elke dag komen als ik dat wil. Dus het is niet verboden om hier te komen. Maar naast het harde werk wat jullie doen, was er natuurlijk ook een secundaire arbeidsvoorwaarde. Ja. Was die binding met Hogevenen, was dat dan zo goed geregeld dat hij ook wel graag in Hogevenen wilde blijven wonen? Nou, ik weet niet of ik woon nu ook niet meer in Hogeveen, dus ik ben hier in Hogeveen blijven wonen, maar wel in de buurt hier. Maar het ging meer om het werken hier op dit bedrijf. Nou, dat was hartstikke mooi. Ik heb 40 hele mooie jaren gehad. Nou, en Johan, die werkt hier nog? Ik werk hier nog. Nou, hij is, nou, ja, je mag hier blijven. Ik ben aanwezig. Je bent aanwezig. Ja. Je wordt, en Johan wordt betaald, samen met jullie, met jullie als vrijwilligers dan. Ja. Om een beetje te vertellen over de geschiedenis van Thomas en Drijver. Ja, zo dat mooi. Dat wil ze ongeveer zien. Ja. Ja.
Ik ken dat mooi drummen. Ja, drummen. Dus ik heb ook van Vrede gespeeld, dus dat is mooi. Is dat zo? Ja, dat is zeker, dat is mooi. Nou, ik ga even met Johan praten. Hè? Zullen we hem wisselen, Jannes? Ja, zullen we hem wisselen? Zeker. Eempjes. Dan kan ik even met Johan praten. Johan, vertel eens, hoe ben je er nou toe gekomen? En met de zeng, jongens, de geschiedenis van Hogevenen, maar we niet vergeten. Hier moeten we wat meer over vertellen. Nou, we hebben ooit eens een keer een periode gehad dat ze van hogerhand opgedragen kregen dat de gangen bij ons binnen het bedrijf een beetje rommelig aanzien hadden. Waar heel veel stof op kwam, waar de klant absoluut niet blij mee was. Dus alles moest eigenlijk van de kanten. En alles zat dan in vitrinekasten. Aan gereedschapjes, blikjes, noem alle dingen eens maar op van vroeger. En dat we zullen doen dan zomaar de bak in. Nou, er zaten toen die tijd zaten er ook wisselbekers bij van de brandweer. Jannes en ik zaten bij de brandweer. En toen dachten wij van, nou dat zal ons niet gebeuren. Je wilt wat laten zien. Wij wilt later ook nog wat kunnen laten zien. Nou, we hebben hier een aantal blikjes staan die wat vertelt over de geschiedenis van Hogevenen. Nou weet ik, hier zaten lekkere snoepjes, hè? En hier zaten ook lekkere snoepjes. Hè? Dat klopt helemaal. Dat waren de chocoladepastilles, als ik me niet vergis, die erin zaten. De welbekende chocolade blikjes. Die hebben we in vierkanten, in rond, ovaal en rechthoeken gemaakt. Dat proces. Wie waren er nou zulke geleerde ingenieurs op de kantoren die dat voor jullie uitdachten? Nou, op de kantoren, dan scharen Jannes er ook onder. Jannes zat niet ook op kantoor? Ik was wel op kantoor, maar ik was geen geleerde. Niet? Nee. Maar merk je wel wat van die blikjes? Want blik, nou weet ik, wordt alles in plastic. Ja, dat is... Ik mag het woord niet zeggen, maar ik vind het een doodzonde. Want je ziet nu op tv wat er allemaal aan rotzooi rondzwerft aan plastic. En het blik is nou zo goed, nou 99,9% recyclebaar. Ja, en is dit ook recyclebaar? Is dit natuurlijk afbreekbaar? Dit is een plastic cap. Die gebruik je wanneer je een vol blik leeghaalt of openhaalt. Dan ben je verplicht om daar een goed afsluitbare deksel op te doen. Ja. En die hadden wij vroeger wel. Want er waren alle deksels van blik. Ja. Maar tegenwoordig zijn ze overgegaan op plastic caps. Herbruikbaar. Nou hebben we wat afgesproken. Nu hebben we wat afgesproken en nou doe ik het zelf. Ja. Ik bedoel, ik vergeet mezelf op stil te zetten. Mijn excuus ervoor. Nee, dat geeft niet. Maar dat, ik denk dat doldenom is. Denk je? Dat denk ik. Denk je niet? Ik heb geen idee. Maar dit is tegenwoordig de ziel van de mens, hè? Ja. Ja, als zonder... dit ze niet meer hebt, dan slaap ze ook niet. Dan kun je niks meer. Dan kun je niks meer. Nee, helemaal. Dat ben je met me eens. Ja. Zonder blik kunnen we ook niet. Absoluut niet. Nee. En nou, had ik deze. Weer iets over de geschiedenis van dit blikje. Wat heeft hier in zitten? Heb je hier gewoon maaldreugen die in zitten of heb je hier speculaties in zitten? Ik zal het niet weten, want zover ben we nog niet. Ik wou dat ik tijd had om me daarin te kunnen verdiepen. Ik denk Brussels. Maar nee. Maar zo zitten jullie dus als geleerde heren om de tafel, om die blikjes eens te bekijken. Kijk, Buisman, dat kent iedereen nog, hè? Buisman kent iedereen nog. Ja. Een klein drupje in de koffie en de smaak van de koffie was een stuk beter. Ja, maar je werd wel bedrogen natuurlijk, want het was geen koffie, want het was een aftreksel van. Nou ja, dat is niet erg, maar het was gewoon lekker. Men vond het vroeger lekker, ja. En als je dan deze kijkt, wie heeft deze variant bedacht? Die komt bij Escher weg. Die heeft de welbekende Escher gemaakt in 1963, als ik me niet vergis. Voor de beter gesitueerden die bij Verbliva op visite kwamen. En dan kregen ze dit mee als geschenk. Gevuld met chocola. Een kakbusje. Ja, hier zegt het. Ja, wat was dit? Escher was de kunstenaar, hè? Van die mooie schilderijen heb je gemaakt. Tekeningen. Voor deze blikjes? Nee, in zijn algemeenheid. Die man is heel bekend, dat is een beroemde man.
Een Fries trouwens. Ja, dan moet hij wel beroemd winnen. Ja. Ik bedoel, ik ken die Harm Kleiman. Nee. Dat is een bekende Drent, woont in Hogeveen, maar schildert machtig mooi. Oh, ik schilder ook. Dus dan moet je hem wel eens kennen. Maar dat is bij wijze van kunst, hè. En hij dan zo... Kijk, mensen... We zijn heel gek op deze blikjes. Als er mensen met die nog zo'n blikje hebben, dan moeten ze even contact opnemen met ons. Weet je wat die waard is? De miljoen zeng, jongens. Ja, met de camera. Nou, met de camera. Iedereen die nog zo'n blikje thuis heeft, bel maar hem. En dan komt dat helemaal goed. Dan krijgt hij een zoen van de meester. Ja. En waar moet je naartoe bellen? Nou, de impres. Oh, nee, ik zeg impres, maar er is geen impres meer, hè. Trivium. En welk nummer is dat? Dat heb ik zo niet in de kop zitten. Heb je dit in de Jans? 80-200 of zo. Ja. Was dat niet zo? Ja, 289-200-0528. Als je zo'n blikje tussen... Denk er maar, dat me weet. Hoe zie je nou, Johan? Je bent er druk mee bezig. Is dit blik nou van een andere kwaliteit dan dik blik? Nee, absoluut niet. Nee. Nou, wacht even. Door de jaren heen is er natuurlijk wel het een en ander aan... aan verspijkerd aan bijvoorbeeld kostenbesparing. Als ik dit blik in de hand heb, dat is sowieso al iets dikker materiaal dan dit. Maar dat heeft meer te maken met het kostenbesparen van het materiaal. Hoe dikker het materiaal, hoe meer je ook kwijt bent voor een blikje natuurlijk. En met jullie, dit is een mooi blikje. Mijn vader moet niet, maar dat was vroeger een blikje toen Jan Bols... Nederlands kampioen werd of Europees kampioen? Nederlands kampioen werd hij. Ja. Maar dit blikje is gemaakt door de supportersvereniging. Om Jan zoveel mogelijk financieel te kunnen supporten. Bent jullie nou druk met het milieu bezig? Binnen het bedrijf? Ja, zonder meer. Wordt deze materialen ook maken door goed afbreekbare stoffen? Daar durf ik geen uitspraken over te doen, want dat is niet mijn taak van sport. Absoluut niet. Jannes, heb je wel eens zo'n blikje in de tuin gehad? In de tuin? Ja. Je bedoelt onder de grond? Oh, gewoon achter ten tekken? Nee, dat is er niet, nee. Nee, zo in er niet. Zo in er niet? Nee. Maar is hij lang genoeg blijven liggen zodat hij vergun? Nou, ik vind wel eens een roesterig ding, ja. Dat is toch heel interessant, of niet? Want we hebben tegenwoordig met die plastic mengsels bezig en dergelijke. Maar kunnen wij niet beter weer terug gewoon de blik en papier? Ja, absoluut. Absoluut. Dat zal voor onze tak van sport ook alleen maar beter wezen. Want dit kun je ook wat drukken op papier. Dat kun je ook wel drukken. Of is dit papier? Nee, absoluut niet. Dit is gedrukt op blank materiaal. En is dit dan verf of wat is dit? Dat scharen wij onder de categorie inkt. Dat is weer schadelijk voor het milieu, hè? Inkt wel, maar die inkt die ze hier gebruikt niet, hè? Nee, niet. Waterbase, hè? Dus die basis is waterbase, witlak. Op basis van water. Wat vind je nou zo geweldig interessant aan deze bussies en aan dit bedrijf om dat te vertellen aan de toekomst? Goh, dan vraag je me wat. Oh, ik denk ook zomaar wat. Kijk, een alternatief is karton. Maar als je die bus bekijkt nog een keer, met die voortjes erin, die is spill-proof. In een kantonnen bus, dan kun je gewoon een injectienaal doorheen doen en viezigheid erin spuiten. Dat lukt je bij die niet. En dat is het voordeel van een blikken bus. Dat is inderdaad waar. Dat is inderdaad waar. En daarvan heb je die niet gepast. Maar dan kom je hier, want dat wordt druk, hè, hier in het museum. Ja? Hartstikke druk. Ja, hoop ik wel, ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Wat vertel je nou die meesten? Wij vertellen wel wat hier in het verleden allemaal gemaakt is. En zo, en hoe dat allemaal zich hangen in je kring heeft en zo. En hoe dat bedrijf hier een beetje ontwikkeld is. En dat soort dingen, dat willen wij graag vertellen. Hoeveel werknemers bent er nou nog, Johan? Ik, volgens de laatste metingen is rond de 450 man. En sinds de technische school hier weg is, daar kwamen een heleboel vandaan, hè? Van een technische school. Ook, ja. Ja. Die in een jeugdopleiding. Hebben jullie die jeugdopleiding nog? Ik geloof niet dat er nog is, hè? Nee. De jeugdfabriek is weg. Die is gestart in de 70e jaren, hè?
Toen is koning prinses Beatrix hier naar West. Ja. Even mooie foto's. Even het bedrijf toch in spiet van dat ze door met de stop bent? Dat zou ik niet weten. Nee. Ik... Heb je de spiet van dat ze stop bent? Ja, maar dat is dan mijn eigen mening. Ja, nee, maar dat vraag ik. Ja, maar dat weg is, ja. Want het vingerspitsengevoel, dat wordt steeds minder. Ja, hè? Ja, vroeger was dat echt... Nou, zeg je, we zaten dagen aan één op een stukje ijzer te velden. Maar puur en alleen om vakkennis op te doen. Wat doe ik nou goed en wat doe ik nou fout? Maar dat leer je alleen maar door dit soort dingen te doen. Ja, want ik zag ze in hier aan de Kalkstraat wel eens op schoelen zitten. En toen denk ik van, ja, hoe lang hol die dat nog vol? En die sprongen allemaal van de school af en die gingen naar de blikfabriek, naar de jeugdfabriek toe. Ja, ja, dat klopt. En je zult nou ook zien, of je ziet het nu ook, er is nou een schreeuwend tekort aan technisch personeel. Echt jongens die verstand hebt van zo'n mooi busje. Ja, die ook weten en kunnen vertellen wat er nodig is om zo'n mooie busje voor elkaar te krijgen. En ook zo te houden. En ook een eerstvolgende keer weer op dezelfde manier te doen. Wat is de toekomst? Is over 10 jaar blikfabriek er nog? Over 10 jaar is het er zeker nog wel, ja. Ja. Wat zal de innovatie winnen dan? Nou, we zijn nu ook al heel druk bezig met het weghalen van ovens die nodig zijn om je drukking te laten drogen. Wat emissie de lucht in gooit. Daar zijn we nu al heel intensief mee bezig. De eerste nieuwe lijn die staat er al. De tweede die komt er half juni, juli. Dan staat die de tweede hier. En zo breiden we ook alleen maar verder uit. Ja. Dus Trivion 2020 doet met aan het milieu. Zeker. Zeker, ja. En Trivion 2020 besteedt over 10 jaar nog. Ja, ik denk het wel. Een periode van even terug te komen op dat busje met die voortjes. We hebben ook een periode van 20 jaar achter de rug, denk ik, om steeds dunner te gaan. Steeds dunner blik. Maar dan moet je compenseren door de voortjes in aan te brengen om stevig te maken, die romp. Nou, die periode hebben we achter de rug nu, denk ik. En wat is de volgende stap? Nou, net wat de jongen zegt. Andere fabricage van bedrukken. De bedrukken. Ik ben benieuwd en ik hoop dat jullie nog heel veel plezier hebben in het vertellen van de geschiedenis van Trivion. Wat in het begin, zeg het nog eens John, hoe heet het eerst helemaal in begin? Metaalwarenfabriek Drentina Hogeveen. Dat bedoel ik. Volgende keer weer. Komen op pad. We zien het weer. Er zal die weer wat. Hey Volkie, kom maar op pad. Gezellig hè? Wij maken een heleboel te filmpjes. Overal in de gemeente Hogeveen. En wat het maar leuk is. Hey, suggesties of mooie ideeën? Schrijf ons in. Hieronder staat het e-mailadres. En als je onze filmpjes leuk vindt, hier staat het abonneren. En abonneer u dan op onze filmpjes. Kom maar op pad. Een wekelijkse rubriek. Met altijd een beetje muziek.